In het centrum van Ninove was het vandaag voor de eerste maal in 2016 opnieuw de dag van de Ninovse markt. De stad Ninove en de marktkramers verwelkomen hierbij de marktbezoekers en verwennen hen met allerhande proevertjes, geschenkjes, kortingen en nog zoveel meer. Ook op deze dag van de Ninovse markt mochten we de Ninovse narengilde verwelkomen die enkele kleine verrassingen uitdeelden. Voor de kleinsten op de markt was het ook uitkijken naar de ballonplooier die zijn ballonkunsten toonde aan onze marktbezoekers. Ook enkele leden van het college van burgemeester en schepenen waren van de partij, waaronder schepenen van lokale economie Alain Trist. Vandaag is het de eerste dag van dit jaar, van 2016, dag van de markt. En wij komen samen met de mensen van de stad lokale economie, de markt een beetje, en samen met de narren die ons komen vervoegen vandaag, om de markt een beetje op te fleuren en de mensen de aandacht te trekken dat het toch wel gezellig winkel is op de markt. En ook de marktkramers een beetje een hart onder de riem steken, want in deze moeilijke economische tijd is het ook voor hen niet gemakkelijk. En we hebben een toffe, goede markt en wij willen die ook houden natuurlijk. Deze, en dan zijn we schoon promotiekjes en al mijn goede snoepjes, verse neuzekjes. En dit allemaal goede prijzen. We zijn al zo vroeg op pad. Inderdaad, voor de dag van de markt. Hè. En wat zijn jullie zo al aan het doen dan? Wij zijn bezig om de mensen toch een goed gevoel op onze markt hier in Ninove te geven. Met een snoepje. En je ziet, we hebben ook nu een ballonnenplooier mee. Dus voor de kindjes, dus voor ieder wat wils. Dus is iets uniek eigenlijk, hè? Dat is iets uniek, ja. Ik hoop dat jullie nog veel mensen kunnen blij maken dan vandaag. We gaan dat proberen. Dus het is wel een unieke gebeurtenis dat hier vandaag zo 's morgens vroeg zo loopt. Wel uniek in die zin dat ik zeker niet elke week hier zo vroeg loop, dat klopt. Maar we doen dit 2 keer per jaar. En dat is eigenlijk om de mensen om tegen de mensen te zeggen, kijk, voilà, het is ook nog goed kopen op de markt. Je kunt goede deals sluiten op de markt. Het waar is altijd vers en van zeer goede kwaliteit. Dus het is zeker de moeite waard om naar Ninove te komen op dinsdag, om naar de dinsdagmarkt te komen. Vandaag een dag van de markt. Jullie geven ook een cadeautje weg zeker hier, hè? Ja, wij trekken ook een keer aan de vogeltjes vandaag. En daarmee geven wij een vogeletje mee. Wat vindt u persoonlijk zelf van het idee van het stadsbestuur van Ninove? Ja, dat is wel heel goed, ja. Dat is goed gevonden. Ja. Het is vandaag een speciale dag, hè? Dag van de markt. Doe jij iets speciaal voor uw klanten? Ja, ik geef aan iedere klant geven wij zo nog een late aprilvis en een zakje lekkere fruitkaramellen. Wat vind jij ervan dat ze zo'n dag organiseren vanuit de stad? Leuk initiatief, echt goed, ja. Er gebeurt hier toch iets in Ninove. En denk je dat er daardoor meer klanten naar de markt komen of merk je daar niet veel van? Dat hopen wij toch vandaag. En ook de marktkramers doen mee? Absoluut, de marktkramers doen zeker mee. Heel wat marktkramers bieden vandaag iets extra aan als je een aankoop doet. Dus dat is in samenspraak met de marktkramers. En ik ben zeer blij dat er toch wel, ondanks het slechte weer, de regen, dat er toch nog heel wat opkomst is naar onze dinsdagmarkt op dinsdagmorgen natuurlijk. Hè. Jij deelt hier balpennen uit. Ik kan ook wel een balpennetje gebruiken. Wel, ik ga nu zeker hier geven, Elke, alsjeblieft. Dat is om alle vragen op te schrijven die je mij kunt stellen in de komende jaar. Merci. En jullie doen ook iets speciaals voor de dag van de markt? Ja, dat klopt. Wij geven enkele proevertjes van onze ambachtelijke producten. Haringfiletjes, salades die we zelf bereiden en ook gebakken kibbelingsjes. Het gaat er precies snel door, hè? Ja, het is lekker, zeggen ze allemaal. Dus we kunnen al direct bijvullen, zeg. En wat vind je ervan dat de stad het organiseert, zo'n dag van de markt? Ik vind dat wel goed. We hebben dat vorig jaar ook gedaan. En als ze dat proeven, dan kopen ze dat ook. Dus dat is altijd een verbetering waard. Hè? Het is vandaag hier dag van de markt. Doen jullie iets speciaals voor jullie klanten? Wij geven proevertjes daar. Mensen mogen allemaal proeven. Het zijn allemaal reclammetjes overal. Hè. Maar dan gaan ze goed kijken. Hè. Vol een bak vandaag. En ik heb gelezen dat jullie vorige week ook al dingen hebben weggegeven. Ja, ik was mis. Ik wist dat verleden week was. Ik was mis.
Vind je dat goed dat ze de dag van de markt organiseren van de stad? Ja. Dan ze moeten meer doen. Dan ze moeten meer doen, ik vind dat. Wij zijn nog veel succes. Allee, gedag, graag bedankt. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.